Facebook, maar na het schrijven van zijn derde misdaadroman weet ik eigenlijk niet of dat wel zo'n goed idee is. Bart Dibbelt schreef Facebookmoorden, waarin zijn al ondertussen gekende Leuvense politieduo John Leysens en Mieke van Kattendijk een gruwelijke moordenaar op het spoor moeten komen. Dag Bart. Facebookmoorden, waarmee krijgen Leysens en van Kattendijk te maken deze keer? Nou, ze krijgen te maken met een man die op een huwelijksfeest geconfronteerd wordt met iets heel ergs voor hen. Hij is gechoqueerd. Hij besluit wraak te nemen. Niet zomaar wraak. Hij wil eigenlijk zijn wraak aankondigen op Facebook. Hij doet dat ook. Hij zegt, ik ga een aantal mensen vermoorden. En hij vermoordt die mensen vervolgens ook precies op de manier zoals hij op Facebook aankondigt. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om Facebook daarbij te betrekken? Want ik ben nogal een fervent Facebook-gebruiker. Is dat zo? Absoluut zo, ja. Ik heb heel veel Facebook-vrienden. En te pas en te onpas ga ik eens op Facebook kijken wat er allemaal beweegt en leeft op dat sociale netwerk. Ik vind dat heel boeiend. Om te zien wat mensen daar allemaal opzetten en niet opzetten, hoe ze daarop reageren. En ik vond dat een ideale manier om eigenlijk eens Facebook te verwerken in een thriller. Je kan er ook echt aan verslaafd geraken. Hè? Als je niet oppast, is het echt een verslaving, ja. Ik betrap me daar zelf op dat ik heel stiekem en heel vaak wel eens op Facebook ga kijken om te zien wat er gebeurt. Ja. En hoe komt het dan dat je het misdaad wil linken met Facebook? Wel, het is eigenlijk toevallig gekomen. Ik zit veel op Facebook dus en ik merk dat er mensen te pas en te onpas dingen opzetten die helemaal niet relevant zijn voor hun leven en ook eigenlijk absoluut geen relevantie hebben voor andere mensen. Mm-hmm. En ik dacht, oké, als mensen nu eens dat niet ten goede trouw doen, maar ten kwade trouw zouden doen en ze gaan dus eigenlijk Facebook misbruiken, dan heb je een heel ander verhaal. Ja. Zo is het eigenlijk gegroeid. Zoals je ook vaak leest van, oh, ik vertrek met vakantie op het Facebook-profiel. En denk je van, nou, dat moeten we nu net niet geweten hebben, toch de dieven niet. Ja, absoluut. Ja. Ik probeer, als ik dat merk, dat mensen zeggen dat ze op vakantie gaan, dan stuur ik die mensen ook een mailtje om te verwittigen. Want kijk, dit doe je niet, dat mag je niet doen, want je maakt het iedereen wijs. Dat je nu je hebt research moeten doen, hè? Ben je echt achter de schermen van Facebook gaan kijken, van hoe werkt dit eigenlijk? Niet achter de schermen van Facebook. Ik heb wel contact gehad met de computercrime-unit van de federale politie. Ik had het boek toen al halverwege geschreven en ik ben bij hen gaan verifiëren of hetgeen wat ik geschreven had, om anoniem te surfen op het internet, of dat eigenlijk wel klopte met de realiteit. Ja. En je mocht dan echt ook meelopen met hun als er een misdaad op zat of zoveel, of ging het zover? Nee, zover is het niet gegaan. Wat de computercrime betreft heb ik gewoon bij hun achter de computer gezeten en overlopen of hetgeen wat ik schreef klopte. Ik ben ondertussen wel op stap geweest met de speurders van de federale politie in Hasselt. Nu, de speurders, de Leysens en van Kattendijk zijn van het Leuvense, dit is echt heel dichtbij natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. En Hans de Vriend, die bestaat ook echt. En moet ik me zorgen maken? Nee, absoluut niet. Hans de Vriend is een hele lieve man. Hans de Vriend is meegedaan aan een website die ik op internet had gelanceerd. Ik had de eerste pagina van mijn boek op het internet gegooid op Facebook. Mm-hmm. En ik had gevraagd van, kijk, we zijn een vervolger. En wie zijn vervolger het liefst aanleunde bij mijn eigen pop, die won de wedstrijd en werd hoofdpersonage van het boek. Dat vind je wel leuk, hè? Om de realiteit toch op een of andere manier te verweven met jouw fictie. Ik vind dat heel plezant. Ik gebruik namen, voor- en achternamen door elkaar. Mieke van Kattendijk is bijvoorbeeld een samenstelling van Mieke en een andere persoon die van Kattendijk heet. Twee vriendinnen eigenlijk van een kameraad van mij. Ja. Nu, je bent in 2008 begonnen met Leysens en van Kattendijk. Hoeveel boeken wil je schrijven rond dat duo? Ik wil er een reeks op maken en ik voel me daar langer toe beter bij. Ja. In die zin, Leysens en van Kattendijk zijn eigenlijk bijna mijn kinderen aan het worden. Ik ken die mensen goed. Ik ken ook hun kwaaltjes en hun kleine en grote zorgen goed. En ik vind dat heel boeiend om te zien hoe die mensen evolueren. Hoop je ondertussen ook al op een eigen televisiereeks? Dromen zijn bedrog, zeggen ze meestal. Maar wie weet komt er nog wel iets van. Dus dat blijft vooral dromen, denk ik dan. Bart Dibbelt getrakteert je op een spannende thriller met Facebookmoorden en die is uitgegeven bij Mantel. Tot de volgende zetboek. Bye.